Oké, jongens, daar ben ik weer. Welkom bij een nieuwe SV Survival video. Ik ben Nesli en ik ben voor jullie weer terug met een nieuwe SV Survival. Want ik ben bezig geweest met het upgraden van de muur. Dus de details in de muur een beetje afwerken, zodat de muur een beetje vanaf de binnenkant afkomt. En wat mij opviel tijdens de opbouw, ik dacht, weet je, ik moet toch een video beginnen. Is dit huis hier in de hoek? Want zover ik mij herinner, was dit huisje niet op deze manier. Dus, wat ga ik even doen? Ik ga natuurlijk even binnenkijken. Ja, dit is lekker zo'n oldschool huisje. Lijkt wel op zo'n huisje die altijd in zo'n village staat. Lekker oldschool, mooi saai een beetje. Ja, huisje van Mike, denk ik gewoon nog steeds. Maar wij gaan even verder met de detail in de muur. En waar was ik mee bezig? Nou, ik was bezig met de leaves toevoegen en al die cobblestone daarboven. Zodat de trapdoors er uiteindelijk op kunnen. Alleen wat mij opviel is, ik wou de trapdoors om de leaves heen plaatsen. En wat mij opviel is dat ik dit stukje muur hier nog niet heb gedaan. Dus dat ga ik ook even doen. Dan ga ik nog de rest van de leaves plaatsen die er nog bij moeten. En dan wil ik kijken dat ik in of deze video of in deze en de volgende video de muur voor jullie kan afwerken. Want ja, de muur moet natuurlijk niet te lang duren. Like this. Zo zou het er dan uit komen te zien. En dan met de trapdoors eromheen. Laten we dat gelijk gaan doen. De trapdoors aan de bovenkant plaats ik nog wel. Maar dat ga ik niet gelijk doen. Ik wil eerst gewoon de trapdoors eronder en eromheen plaatsen. En dan moeten de trapdoors later ook nog op het puntje van de cobblestone. Want dat zit letterlijk overal, behalve de rest van de muur. Maar het begin van de muur zit het overal, dus. Nee, dit wordt niet zo'n hele lange video, jongens. Ik denk dat dit niet echt zo'n hele lange video gaat worden. We zien wel hoe lang de video gaat worden. Sorry. Trapdoors hier. Dan ga ik hier geen trapdoors maken. Wat ik wel ga doen, is naar mijn huis vliegen om te slapen. Nou ja, daarvoor hoef ik niet per se slash bed te doen, zoals jullie van mij gewend zijn. Nee. Ik ga gewoon lekker naar mijn huis vliegen om dan uiteindelijk naar mijn bed te kunnen gaan. Want ja, dat is allemaal een stukje makkelijker nu met een Elytra, jongens. Gone.
Ik vind het eigenlijk helemaal niet chill met die trapdeurs werken. Nou ja, ik heb die combinatie er zelf ingebracht. Want ja, ik wou niet gewoon zo de kale leaves. En toen deed ik in één keer trapdoors eromheen. En toen dacht ik van, hé, maar dat is bij deze leaves nog best wel clean. Alleen ja, zoals jullie zien, hier sta ik in een spruce biome. En hier sta ik weer in een dark oak biome. Dus de leaves verschillen ook van kleur bij deze muren. Wat mij niet uitmaakt. Ik vind variatie altijd wel leuk. Alleen ja. Dat je dan weer gelijk zoveel leaves hebt in variatie. Dat is dan wel weer een beetje verkeerd. En besef hoeveel trapdoors ik hier nog voor nodig ben. Ik moet zo even naar mijn huis extra dark ook fixen voor trapdoors. Dat ik ook gewoon genoeg trapdoors kan maken. Wat ik dan genoeg vind te maken. Dus let's go. Dan kan ik ook gelijk even wat nieuwe catch erbij pakken. Zodat ik niet in één keer out of a catch ben zometeen. Ja, en jongens, ik heb nog iets, hè. Want bij alle crashes van de eilanden en zo, dat er stukken overal heen zijn gevlogen, is mij ook wat opgevallen. En hier wou ik het nog met jullie over hebben. Want wat mij is opgevallen, dat ga ik jullie zo laten zien. Dat zijn er niet genoeg. Oké, we pakken wel even gewoon wat meer. Ik ga binnenkort alweer gewoon wat dark oak hakken voor mezelf. Want dit is echt niet... Wacht even. Nee, ik ga niet dat uit mijn kisten gebruiken dit keer. Ik pak dit dark oak hier wel. Zo. Dan gaan we die nog even transformeren. Zodat we dat allemaal gewoon... trapdoors kunnen maken. Vergeet je raketjes niet. Zo. Want, oh ja, trouwens, dat nog even. Wat mij is opgevallen is, wij hadden hier een hele mooie netherportal staan. En die is geëxplodeerd. Sterker nog, die is tot zo erg geëxplodeerd dat zelfs de cave hier groter is geworden. Wat ik niet erg vind. En die laat ik ook zo. Alleen, wat ik wel erg vind, is dat voordat de portal explodeerde, ging Jaden de Nether in. Jaden die is de Nether ingegaan. En die heb ik na de explosie nooit weer teruggezien. Dus mijn vraag is, is Jaden wel daadwerkelijk goed aangekomen in de Nether? Of is hij tijdens zijn reis komen te sterven omdat zijn reis niet goed is gegaan door de explosie? Dat is waar ik een beetje mee zit. En nou wil ik Jaden wel gaan zoeken. Maar ja, als zijn reis niet is aangekomen naar hoe je hoort, waarom zou ik dan überhaupt gaan zoeken? Want dan weet ik niet waar ik moet zoeken. En nou zul je vast denken van, ga gewoon naar hem op zoek. Zoek je maatje gewoon. Wil ik wel. En ik denk ook wel dat ik weet waar Jaden een beetje verblijft. Want misschien dat Jaden wel gewoon in een Nether Fortress een kampje op heeft gebouwd. Tussen de muren. Maar misschien dat hij ook wel in een Bastion zit. Dat kan ik niet weten. Dus ik weet ook niet waar ik moet zoeken. Dat is dus wat ik zeg. En ik heb überhaupt nog niet echt bepaald weer een deel van een Nether Fortress gevonden. Dus ik weet sowieso niet echt waar ik heen moet voor een Nether Fortress. En ja, Jaden is dan wel weer iemand die dat wel wist. En ja, ik weet niet of hij er nog steeds is. Maar hij is in ieder geval gone.
En jongens, ik heb het al lang gezien. Deze muur die klopt niet, want die is wat breder. Maar dat maakt niet uit. Als we hetzelfde detail er gewoon in kunnen zetten, kunnen we hetzelfde detail erin zetten. En dan is er niks aan de hand. Kijk dan hoe dat er ook gelijk al uitziet qua opvulling, ouwe. Damn. Die muur. We kunnen in principe gewoon zeggen dat die af is. De muur is dicht. De details zitten erin. Niet compleet, maar de details zitten erin. Jongens. En dit heb ik in een hele lange tijd nog niet kunnen zeggen. En nu wel. Oh. Wat heerlijk is dat eigenlijk. Dan begin je ergens aan en je bent... anderhalve maand verder, misschien wel 2 maanden. En je muur zit er eindelijk in. Wat ik in de volgende video voor jullie wil mee gaan beginnen, is deze brickstone rand met de slabs van andesite ertussen toevoegen rondom de hele muur. Maar het kan ook zijn, dat geef ik jullie alvast wel gewoon mee aan, bij deze video. Het kan namelijk wel zijn dat ik ervoor kies om achter de schermen alvast wat van die randen te gaan bouwen. Zodat ook wederom jullie niet alles zien van de muur. Want ja, heel eerlijk jongens, de muur die duurt mij te lang. Mijn teamgenoten die hebben me geholpen met de muur opbouwen, maar die zijn er nooit meer verder gegaan. Wat ik daarentegen best wel triest vind eigenlijk. Ja, als je ergens aan begint met mij, maak het dan ook gewoon af. Maar goed, hè, ik heb daar niks over te zeggen, want iedereen doet zelf wat ze willen. En ik ga gelijk even naar deze hoek toe om te kijken hoe ik dit heb gedaan. Sorry, niet naar deze hoek, naar die hoek. Hoe heb ik dat gedaan? Oh ja, die paal erachter. En dan de sters gewoon plaatsend op de kop en doende. Dat betekent dat ik de sters uiteindelijk zo plaats. Nee, stop. Dat was dan weer niet de bedoeling. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit voor een keer. Alleen, hoe ga ik dit doen? Ja. Kijk. Gefixt. Oké, die zit er nu ook in. Alleen nou vraag ik me af. Ik heb het wel goed gedaan. Oh, ik wou al zeggen. Oké, ja, in principe kunnen er nu huizen gebouwd worden. Zodra ik gewoon... Ja, wacht, ik ga gelijk gewoon even... In deze hoek... Kunnen we vanaf nu zeggen... Dat er huizen gebouwd worden. Heel deze hoek kan meegenomen voor huizen. Heel die hoek hier kan meegenomen worden voor huizen. Dus hier kunnen al heel wat huizen geplaatst worden. Waar ik uiteraard heel tevreden mee ben. Want ja, dat is eigenlijk na een lange tijd wel wat ik uiteindelijk wil binnen de muren. Want daarom plaats ik de muren. En misschien dat jullie je nu afvragen, misschien ook niet. Maar wat wil je binnen de muren uiteindelijk gaan doen? Nou, heel simpel jongens. Ik wil binnen de muren uiteindelijk ervoor zorgen... Dat wij, zoals ik al zeg, we gaan huizen bouwen. We gaan er een dorp van maken. Misschien komt er een kerk in. Een kleine begraafplaats. Of de begraafplaats doe ik net hier buiten de muur. Die komt misschien nog wel hier beneden. Dat ik dit gewoon opvul. En dat hier gewoon een klein begraafplaatsje komt. Met een kerkje. Dat die buiten de muren komt. Maar ik wil hier
wil ik villagers laten rondlopen. Dus er komen overal ook fence-gates tussen hier. Ik wil villagers laten rondlopen binnen de muren. Waar de mensen in de server mee kunnen traden. Dus mensen kunnen gewoon bij ons komen. Die kunnen gewoon vragen: hey, hebben jullie koorts voor ons? Of kunnen wij TPA doen? Want wij willen traden met jullie villagers. Ja, dat mag. Maar je betaalt een klein bedrag om binnen onze muren te komen. Omdat het ons lang heeft geduurd om die muren uiteindelijk te bouwen. Voor de veiligheid van de villagers. Dus dit betekent dat jullie daarvoor wat klein extra's gaan betalen. En als ik dan een beetje zo kijk naar dat huis van Mike. Zo'n stijl wil ik eigenlijk een beetje doen in de Dark Oak stijl. Dus ik verzoek ook als Mike deze video wel kijkt. Stel voor Mike, jij kijkt deze video en jij ziet dit. Wil je wat voor me doen? Want wil jij voor mij jouw houtkleur gaan aanpassen, alsjeblieft? Alsjeblieft, alsjeblieft. Alleen het dak en de palen en de fence, pas het voor mij aan, alsjeblieft. Please. Want dan komt het helemaal in mijn stijl mee, namelijk. Oh-oh. Oh-oh. En dan komt het namelijk helemaal in mijn stijl mee. En dan heb ik ook niks te klagen. Want ik ben al lang blij dat ik je weer terug heb, na een lange tijd. Dat heeft echt lang mogen duren. Maar wij gaan in ieder geval even slapen, jongens. Wij gaan in ieder geval eventjes slapie-slapie doen. Yo, waarom zit jij... Hoezo kom jij door dat glas? Wat is deze? Jalen, ga eens terug. Goed zo. En hoe heet jij? Mag ik jouw naam ook zien? Nee, kan je dat niet. Okay, even kijken of die beestjes daar buiten nog leven. Ja, toch? Jerry, Nina en Fernanda. Ja, toch? Daar moet ik ook zand voor gaan fixen. En nou weet ik toevallig dat ik altijd wel een beetje in dit huis mocht hoeken loeren. Dus Jaden, het spijt me, ik weet dat het staat gesloten. Alleen die moet weg. En die. Nee, joh. Zo lang is hij toch nog niet weg? Hallo. Meneer, heb jij zand voor mij? Denk het niet, hè? Jij hebt wel ontiegelijk veel calcite. Oh, jij hebt zand. Kijk, kijk, kijk. Ja, perfect. Thanks, Pik. Ik krijg er later wel wat voor. Alhoewel, ga ik dat doen? Nee. Sing with me, now sing for the tears, sing for the men, sing to the women. Ik kan dat hokje van die beestjes even aanpassen. Nou moet ik even kijken voor wat dirt, dat er ook wat dirt doorheen kan. Ik denk dat ik dat nog wel moet hebben. Toch? Ja, ik heb er twee, maar dat is niet genoeg. Kijk, 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 kijk. En dan moet ik eigenlijk even snel met die shovel natuurlijk. Kijken of ik ergens wat gras kan hakken. Wat zeg maar niet erg is om weg te halen. Want we moeten natuurlijk wel aan gaan denken dat. Hey, kijk, dit bijvoorbeeld. Dit is bijvoorbeeld gras wat ik gewoon kan meenemen. En dan kan ik dit gewoon weer replacen. Want wat ik dan ga doen. Gaan jullie mij nou echt in de weg zwemmen? Ja, natuurlijk. Jullie wonen hier, dat weet ik. Ik denk dat ik het een beetje zo wil gaan doen dat overal een beetje wat komt. Een beetje in de vloer. Het moet niet allemaal zo eentonig worden, maar wel gewoon dat er een beetje zand doorheen zit.
en dat soort dingen. Zo, like this een beetje. En dan bijvoorbeeld deze twee ook nog even aanpassen. Dat dit zand wordt en dit gras. Kijk, dat ziet er al beter uit. Dan ziet het er een beetje natuurlijker uit. Dat geeft mij een beetje een natuurlijke vibe. Hier wat gras. En dan uiteindelijk, jongens, niet daarin, niet daarin. Ho. Zo. Ja, je kan er gewoon omheen hoor, Fernanda. Ik weet niet wat je nou weer dom doet. Juist. Kijk, want wat ik dan ga doen, is ik ga dit ding, net zoals in mijn oude ding. Kan dat zeggen? Is alleen maar op gras? Meen je dit? Ik moet eigenlijk gewoon zo. Weet wat? What the fuck? The great disappear. Nee, ga er nou niet telkens langs. Ja. Perfect. Kijk, dan kan ik die daar gewoon opzetten. Gewoon ook een beetje zo. Dat zand hier een beetje laten verhogen. Dit moet dan nog zand worden. Dit moet dan nog zand worden. Zo. Kijk, dit ziet er toch wel beter uit. En dan uiteindelijk ga ik even naar binnen. Ik wou zeggen naar huis, dat klopt. Maar ik ben thuis. Dan gaan we even... Dat vind ik niet eerlijk. Dan gaan we even kijken of we ergens botten hebben. Botten of bone meal. Mag ook. Botten. Want van botten kunnen wij maken bone meal. En met boomwiel kunnen wij daar onder water een beetje zorgen voor beplanting. En dat is waarom ik dat gras ook plaats. Kijk, dan gebeurt er dus dat. Kijk, dit ziet er toch al beter uit. Hier, kijk, speciaal voor jullie. Jongens, succes daarmee. Houdoe, hè. Jerry zit gewoon lekker te flexen daar. Oké, jongens, wat ik dan wil gaan doen... is ik wil deze video voor jullie gaan beëindigen. Want hij is toch nog weer 23 minuten geworden. En dit vind ik een redelijke aflevering. Jullie hebben gezien wat ik met de muur heb gedaan. Jullie hebben gezien wat ik voor de beestjes heb gedaan. Jane, sorry voor het inbreken bij je huis. Maar dat zand kan je wel weer van me terugkrijgen. Binnenkort. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En Mike, hopelijk heb jij deze video ook gezien. En dan check ik jullie later. Drop even dat duimpje omhoog. Dikke doei, dikke later. En peace out.